Italië zelfs de hoogste instroom afgelopen maand in augustus. Wat zijn die beloften van politici nog waard? Helemaal niks. Het is ook niet iets dat pas een jaar speelt. Hè. Het is al vele jaren zo dat de grens openstaat. En alle problemen die wij in Nederland ervaren, de huizenprijzen onbetaalbaar zijn, het minimumloon veel te laag is, dat de koopkracht veel te laag is, dat komt door die alsmaar doorgaande instroom. Het is heel belangrijk dat mensen in Nederland begrijpen dat de huidige gevestigde machten, die zijn kennelijk niet in staat om er iets aan te doen. Dus er moet een verandering komen. Daar kunnen we op 22 november gelukkig voor kiezen. Het is eigenlijk al 5 over 12, zou je kunnen zeggen. De oorspronkelijke Nederlandse bevolking neemt af in aantal. Alle bevolkingsgroei wordt op dit moment veroorzaakt. Komt allemaal door immigratie. Je ziet ook dat er een sociale transformatie van de samenleving plaatsvindt, die betekent dat de volgende generatie een veel minder herkenbaar Nederland zal hebben. Als je dan die deur openlaat, dat is buitengewoon onverstandig. Dus Forum voor Democratie, wij zijn heel erg duidelijk daarin. Dit moet nu stoppen.